Katy Perry in met Michiel. Oh, wacht even, dat moet ik dit doen, hè? Welke Michiel? Veenstra. Juist. Het is 12:12. Goedenavond. Ook hoorde je Amy Winehouse en Rehab. Maandag. Had ik al gezegd, je hebt het overleefd. Ja, het is maandagavond. Met Michiel. Is het elke dag feest? En dus ook vandaag, maandag 1 december, is het in heel veel landen een nationale feestdag. Maar het interesseert me vandaag niet zo heel erg eigenlijk. Er is namelijk ook feest in Nederland, dus ik ga even bellen om te feliciteren. Hopelijk neemt hij op, maar dat zal je net zien. Michiel, maar dan de voicemail. Dus spreek even wat in als je wil. Ja, dat is jammer. Op zich ook wel logisch natuurlijk, want hij is midden in een uitzending, dus dan heeft hij zijn telefoon uitstaan. Hé, daar is over nagedacht. Nou, dan spreken we even wat in. Michiel, hallo, met jezelf. Zeg van harte, wie had dat verwacht? Vanochtend om 10:01 is je allereerste dochter geboren. Nou, Marthe Veenstra. En Marthe is een dotje. Marthe is het mooiste wat me ooit in mijn leven is overkomen. Marthe is de reden dat ik nu op mijn weg ga. Dus Domien Verschuuren zometeen op die radio. En ja, wat kan ik zeggen over Marthe? Je kijkt naar het kind en je weet, ze heeft er zin in. Met Nickelback en Gotta Be Somebody. En die somebody, dat is dan Marthe Veenstra, vanmorgen geboren om 10 minuut over half 10. En dan roept hij heel hard, ja, ik ga nu naar huis, ik ben nu weg. En ondertussen staat Michiel Veenstra al zo'n 10 minuten sms'jes te sturen naar al zijn vrienden. Je kunt ook gewoon naar huis gaan naar je kerstverse dochter en denken, weet je wat, ik sms vanavond wel. Een programma doen of zo? Ja, nee, ik ga iets van een programma doen. Het is met Michiel, met Domien en met een codewoord, dat heeft Michiel hem weer net gegeven.